kijkers, en tof dat jullie weer kijken. We gaan vandaag even een nieuwe locatie uitproberen. Ik heb goede verhalen gehoord over dat hier veel gedumpt wordt. Van uit betrouwbare bronnen, mijn maat Angelo hier. Goeiedag mensen. Dus even kijken hier zo. Het ziet er allemaal goed uit. En er staat hier nog een bord. Even kijken. Wat staat daar nou op, joh? Naakt recreatie niet toegestaan. Oh, nou, dat is jammer. Was het net van plan. Zo, die Angelo die doet hier de prikstok in het water. Hij heeft gelijk een handvol munten eraan zitten. Kijk eens. 2 euro. Zoeken naar een schat. Nee, ik heb geen idee wat voor munt het is. Geen Nederlands of een euro, denk ik. Oh. Maar het is gewoon zoeken naar een schat, dit. Nou ja, Angelo, kijk eens. Heb zijn sloot ontdekt. Allemaal cash. Hier, en een schroevendraaier hebben we nog. En nog een BMW. Hangertje. Nou die BMW nog. Nog een duppie. Hij is zijn zak aan het vullen hier, helemaal niet normaal. Lekker bezig. En dat allemaal te danken door Fink MD. Jongens, duimpje omhoog hè. Wat een geweldige dag dit. Let's go. Niet normaal die Angelo. Komt hier eventjes gewoon het geld weghalen voor mijn neus. Doe jij eens even lekker normaal. Nou ga ik hem er doorheen slepen hier zo, jongen. Ho. Het enige wat ik vind is een bout. Ik heb hier een grote bicicletta. Mijn fiets. Hey joh. Kom die stukje. Waza. Ah, die rijdt niet meer. Ja, Dirk, laat zien. Kijk wat een fietsje. Hij staat op slot. Hij staat op slot. Ah, jammer man. Maar gaan we de show op Vos kunnen voeren, ja. Angelo vindt nog allemaal munten. Ik blijf munten vinden. Maar hier vlak voor de kant ligt een kluis. Nee, ik wil alleen maar zo kunnen zeggen, ik ga een badpak pakken. Kom hier dan. Ik heb die kluis. Hemeltje lief. Zit al kanonnen, dus er is wel een gat ingeslepen. Sieradenbakje geweest, denk ik. Hier zit zoals kreeft in. Eerste kluisje is eruit hoor. Zo, ligt hier een kreeft, jongen. Kijk dan. Kijk dan, wat een beest, joh. Zo dan. Eens kijken. Zo. Aardige lobster. Morgen, Gerrit. Een schaartje omhoog voor deze kreeft. Hij kan geen duimpje geven. Nou, ik zet hem terug in het water.
Wat is dit nou, joh? Hè? Dat is een munitiekist of zo, nee. Nee. Wat? Hè? Dat? Ik vind weer wat. Er zit wel een plaatje op. Zit er een plaatje op? Brink. Hè? Nee joh, het is een geldlader geweest. Brinks. Dat is van Warentransport, heel gek. Serieus? Ja man. Ja. Kijk dan. Ja, er komt er meer uit. Brinks. Dit is gewoon een geldcassette geweest. Dan is dit de deur geweest. Nee joh. Nee joh, kijk dan. Oké, in een vogelvlucht. Alle muntjes. Zo. En ben je trots op je buitenarmje of niet? Ik ben trots. Kikken. Heerlijk. Horlogetje erbij, Rolexie. Kluisje erbij. Wat is dit dan? Handboeien? Nee, dat zijn geen handboeien. Niet? Nee. Nee, dat is heel wat anders gek. Die zet je normaal in de grond. Of in de muur. En dan maak je iets aan vast ofzo. Er staat niks op. Ik vind het echt de gekste dingen. Ik weet niet wat het is. Ja, en dan hebben we alleen maar, dit. Ik herken het wel van. Hè? Ja, ik heb wel genoeg leuke dingen gevonden al. Ja, met magneetvissen, het mooiste wat ik gevonden heb, is toch wel een karabijngeweer van de Tweede Wereldoorlog. Tering, serieus? Het is zo'n K98 van de Duitsers. Een echte? Een echte, ja. Dus... Hij zegt dat het water zelfs een keer leeg is gepompt hier zo.